een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze redactie een vraag stellen. En dat gaat deze keer over kentekens. Jawel, want op televisie zie je vaak dat die nummerplaten geblurred worden. Hè, zodat je hem niet meer kan lezen, worden vaag gemaakt. Waarom is dat, Rick? Dat heeft alles te maken met privacy. Uit een kenteken kun je best wel wat persoonlijke gegevens halen. Bijvoorbeeld natuurlijk over de waarde of wanneer je hem hebt gekocht, die auto. Maar ja, er zit ook nog een andere kant aan. Voor hetzelfde geld heb jij wel een geheim afspraakje op een bepaalde locatie. En kijkt jouw partner en die ziet opeens jouw auto bij een hotel staan. Je bent aan het spijbelen van je werk. Of je bent aan het spijbelen van je werk. Dat kan natuurlijk ook. Dat is wat onschuldiger. Ja, nou heeft dat dus met privacy te maken. Hè, dat die nummerplaten dan onherkenbaar worden gemaakt. Maar je moet natuurlijk sowieso je kentekenplaat wel in de gaten houden. Want criminelen kunnen ermee aan de haal gaan. Ja, zeker. Het is natuurlijk nog veel erger dan wanneer die op tv komt. Als je kenteken wordt gestolen. Gerard van Warmerdam is autocriminaliteit-expert. En vertelt wat criminelen met jouw gestolen kenteken kunnen. Met mijn kentekenplaat kan je allerlei dingen doen. De plaat zelf, die kan je goed gebruiken om bijvoorbeeld de identiteit van een gestolen auto of een auto die je voor andere criminele activiteiten wil gebruiken. Die plaat kan je op een andere auto hangen en dan is het net alsof je de identiteit van die andere auto hebt. En je kan dan gewoon je feiten plegen. Een gestolen auto kan op die manier behoorlijk verhuld worden eigenlijk. Dat hij bijvoorbeeld als een gestolen auto langs herkenningscamera's gaat die langs de snelwegen staan. Ze hangen er een andere kentekenplaat op, bijvoorbeeld de kentekenplaat van de buurman. Dan is het net of de buurman ermee rijdt die zo'n identieke auto heeft. En die criminelen die komen dan mooi komen ze er weg mee. Rij ik bijvoorbeeld in, pak maar weer beter, een Volkswagen Golf, een grijze. Ik hang een kentekenplaat van een andere grijze Volkswagen Golf erop. Word ik geflitst, dan krijgt degene van wie die kentekenplaat is, die krijgt de bekeuring in de bus en niet ikzelf. Nou, en deze week was er ook nog zo'n soort verhaal. Een onschuldig man kreeg 28 verkeersboetes omdat de werkelijke dader met een stukje tape in de weer was gegaan. Ja, ben jij een hardrijder? Dat vraag ik me al tijden af. Ik? Ja. Nou, nee. Nee. Tuurlijk niet. Nee. Nou, dat zou ik ook zeggen zo op de radio. Maar ik heb toch een keertje achter je gereden. Ik heb een ander beeld van je. Ik ben de eerste keer gezakt omdat ik te pittig reed. Oh, echt? Ja. Nou ja, kijk. Goed. Nou, dan heb ik dus een tip voor je. Want dan moet je de volgende man nadoen. Het is wel strafbaar. Maar goed, dat maakt niet helemaal uit voor dit verhaal. Geen foute aanbevelingen. Nee, zeker niet. Nee, een man uit Rotterdam die heeft zijn kentekenplaten met zwarte tape veranderd om bekeuringen te voorkomen. Hij maakte van de P een R. Met een stukje zwarte tape. Ja, en dan ziet die flitspaal opeens in R. Hij maakte voor €3000 aan boetes. En die kwamen allemaal bij iemand anders op de deurmat. Oh, wat zuur als je dat krijgt. Ja, en dan moet je dat dus thuis ook nog gaan verantwoorden. Van ja, waarom gaat al dat geld naar al die boetes natuurlijk? Ja, en uiteindelijk is hij toch wel tegen de lamp gelopen. Ja, gelukkig wel. Hij stond fout geparkeerd. En toen is hij uiteindelijk dus tegen de lamp gelopen. Omdat hij door handhavers werd aangesproken. En de man moet de boetes alsnog gaan betalen. En hij moet zich binnenkort ook voor de rechter gaan verantwoorden. Dus ja, die tip die moet je natuurlijk niet opvolgen. En het blijkt wel weer dat stukjes tape echt voor alles van pas komt. Maar ik zou het dus hiervoor niet aanraden. Je moet het altijd in je auto hebben.